Goedemorgen! Vandaag in Onze Man op Zuid volgen we Jenny van As. Ze is matroos bij Splash Tours en geeft rondleidingen aan toeristen. Voornamelijk Duitsers die met cruiseschepen arriveren op de Wilhelmina-kade. Jenny maakt furoren met haar Rotterduits. Duits met een plat Rotterdams accent. Ik ben hier een matroos, mijn naam is Jenny. Het zilde tussendoortje ook etwas über Rotterdam. Dat mag je over Rotterdeuts. Mensen me niet verstehen hebben ze ooit de Rotterdams gelernt. Ja? We gaan hier zijn als toenen door de stad. We gaan van de Wilhelmina Pier gaan we samen naar Katendrecht. In Katendrecht splashen we gelijk allen in das Wasser. Met deze bij zijn schiff. Hoe zien ze de skyline en ook hier een schiff. Ida Perla zo van oud als Wasser. Ik spreek Rotterdeuts. Ja. En voor mijn moeder geleerd. Ja. Ja, ja. Ja, zei, ja, mijn moeder komt uit Duitsland, is geboren neer bij Paderborn. Mijn oma komt uit Velbert, is geheiratet met een Rotterdammer. Mijn vader, hier ben ik van Duitsers bloed. Je ziet links wie daar deze nieuwe woningen van Katendrecht. Ganz veel kinderspielplatsen hebben ze ook gezien. Vielleicht denken ze, jetzt, ja Jenny, dat is toch logisch, dat is waar vroeger een rood licht vertielde. Dan hebben we jetzt ganz veel kinderspielplatsen. Ik moest gewoon werken op een donderdag en Aida prima kwam. En ze wisten, nou Jenny kan een beetje Duits praten, omdat mijn familie uit Duitsland komt. En toen moest ik daar gaan staan. En weet ik veel wat ik eigenlijk, ik denk ja, nou moet ik alles gaan vertalen. Wat ik normaal op de bus vertel over Rotterdam in het Duits. Ja, en dan moet je maar gewoon heel dicht bij jezelf blijven, hè? Kennen ze die strijd tussen Amsterdam en Rotterdam? Kennen ze die? Nee? Hier hebben we een arbeidersmentaliteit. Hier werd gearbeid. In Amsterdam geven ze geld uit. Dat zijn hele leuke mensen. Je kan, ze zijn op een reis. Ze gaan van Hamburg gaan ze naar Southampton, ze gaan naar Le Havre, dan gaan ze naar Zeebrugge. En ik zeg altijd, save the best for last, dan kom je daar naar Rotterdam. En hier zo eindigen ze eigenlijk min of meer de reis, want daarna gaan ze weer naar Hamburg. Dieses gebied, daar zien ze ganz goed dat als alt und nooit samenkomt. Aan die andere zijde zien ze al deze alte woningen van Rotterdam, en dan zien ze gelijk daarneben deze nieuwe woningen wieder. Dieses gebied is dan niet gebombardeerd, omdat het andere gebied is gebombardeerd. Hè? Dat zien ze hier ganz goed. Altijd nooit komt samen. Mensen in het centrum koeken, zien ze dat eigenlijk overal. Ik ken het niet en ik ga het ook niet leren ook. Het is goed zo, ze verstaan me. En de boodschap komt over. Feyenoord is die beste manschaft. Wij ze spreken we niet hier bij voetbal met Duitse gasten. En Rotterdam is aan het bouwen, hè? Ja, dus dat was het. Dan moet je je even voorstellen dat we naar rechts gaan. Dan gaan we hier deze straat zo naar rechts. En dan aan het einde deze straat gaan we naar links. Dan gaan we nog een klein stuk naar links. Dan gaan we weer koeken zien naar rechts. En dan zien ze het schönste voetbalstadion van de Nederlander. Ja, ik vertaal gewoon letterlijk de bijnaam zoals die is in het Rotterdams, maar dan in het Duits. Dus neem het hoerenlopertje hier in Rotterdam, hè, de brug van de Wilhelmina Pier naar Katendrecht, waar je dan overheen kan lopen. Die gaan natuurlijk naar de voormalige Rosse buurt. Hè? In het Duits is dat rood lichtvertiel. En dan loop je dus over de hoerenloifertje, loop je naar Katendrecht. Ze zien hier aan deze zijde in de Rijnhaven onze nieuwste bruggen. Dat is de Rijnhavenbruggen. Deze verbindt dit de Wilhelmina Pier. Dat hebben we weer rechts. En links hebben we weer Katendrecht. Daar kunnen ze overheen vaarrad varen. Ze kunnen daar overheen lopen. Alles krijgt een spitsnaam in Rotterdam. Was is los. We waren de bruggen wachten naar Katendrecht. Waar ze hierheen kunnen lopen, natuurlijk. Dan is deze brug hier in één minuut de Hoerenloifer. Ja. Mensen die vragen hoe is de Rijnhavenbrug en dan koeken die Rotterdammers denken, oh, ik weet niet. Want mensen zeggen hoe is Hoerenloifertje, dan wisten die dat, zagen ze daar. Ja, ik hou van Zuid. Ik hou van Zuid. En het is slecht, want ik kom eigenlijk uit het centrum. Dus mijn opa nu meeluistert, die had het niet helemaal waarderen. Maar ik vind zeker de Kaap, dat ademt historie. En die historie die blijft er ook zitten. Hebben ze jij een eindruk gekregen zo? Van Rotterdam, of van Rotterdam Zuid? Ja? En wat is de schönste stad van ihre reizen? Amsterdam niet. Er sagt Amsterdam. Ze
zien kan ze verrukt zijn. Wisten ze? Ja, nee, oké. Okay. Ik kreeg eigenlijk een slechte naam hier. Hè. En ze zeggen niks voor niks, op Zuid verandert je leven. En ik kan altijd wel zeggen, ja, weet je wel, op Zuid verandert keer op keer mijn leven weer. Ja, zus, dank je.